wordt ook wel gezien als de grondlegger van de Nederlandse graffiti scene. Niels Mulman, ook wel bekend als Shoe, presenteert de komende dagen nog nooit eerder vertoond werk. Met deze collectie wil hij aandacht vragen voor een nieuwe kunstvorm die calligraffiti heet. Niels, wat is calligraphy? Het zijn twee dingen. Calligrafie is natuurlijk gewoon de kunst van het schrijven. Graffiti, dat is ontstaan in de 70e jaren in New York. Die twee dingen die heb ik een beetje samengevoegd. Heel analoog allemaal. En het gaat over inkt en substantie en de gladheid van het papier of de ruwheid. Daar gaat het over. En op een beeldscherm kan je dat helaas allemaal niet voelen. Want op een gegeven moment ben je grafisch ontwerper geworden. Heeft het daarvoor bezig zijn geweest met graffiti je beïnvloed in je werk? Ja, ik denk wel dat het grafisch ontwerpen, hoe ik dat doe binnen die wereld, dat wel beïnvloed is door de graffiti, ja. Dingen, vormen die flowen, juist heel direct en dik. En misschien, mensen zeggen altijd dat ik te weinig spatie gebruik, zeg maar. Maar dat komt misschien ook wel uit de graffiti, weet je wel. Je laat ook, op deze expositie zijn ook een aantal werken van de New Yorkse kunstenaar Hayes te zien. Ik was al een tijd bezig met de calligrafische invloeden. Maar in februari ben ik naar New York gegaan. En deze meneer ontmoet. Get in the picture here. We both discovered we were a little tired of computers and the restrictions of graphic design. It was time to get back to doing something a little more organic and freestyle. One spark last year turned into this flame, and here we are. But it's funny because somebody asked me earlier, is calligraffiti big in New York? And I said, well, I don't think calligraffiti existed until Niels named it and we started doing it. Wat Niels en Hayes doen is niet alleen prachtig om te zien, maar ook heel uniek. Ze mixen moderne straatkunst met meer traditionele vormen van typografie, brengen dat weer terug naar papier en doen dat op een hele verfrissende manier. Dan moet ik zeggen dat ik zelf eigenlijk verwacht had dat de volgende stap misschien zou zijn om een nieuwe computerletter te maken, gezien hun achtergrond. Maar volgens mij is dat nou net niet de bedoeling.